Anja Blonk, directeur van het ziekenhuis van de Rivas Zorggroep. Zou je kunnen vertellen wat jullie over de patiënt weten? De patiënt is een 49-jarige vrouw die in een dorpje in Brabant woont. En van 21 tot 28 februari opgenomen is geweest in ons ziekenhuis. Ja, en waarvoor is ze opgenomen en waar lag ze? Zij is met longklachten opgenomen en zij heeft bij ons op de intensive care gelegen. Ja, ze heeft dus contact gehad ook met andere patiënten? Zij lag daar apart in een kamer. Ze werd apart verpleegd, maar niet in strikte isolatie. En wat betekent dit nu? Dat betekent dat zij geen contact heeft gehad met andere patiënten. Maar dat zij natuurlijk wel verpleegd is door onze IC-verpleegkundigen, die op zich weer contact hebben gehad met andere patiënten. Ja, jullie zijn nu onderzoek aan het doen. Het ziekenhuis zit dicht. Hoe verloopt dat? Nou, wij hebben vandaag besloten om het ziekenhuis te sluiten voor nieuwe patiënten en voor bezoekers. En dat hebben wij gedaan om ook in overleg met het RIVM en de GGD om tijd te nemen om met elkaar heel gedegen het onderzoek uit te voeren naar mogelijk risico op verdere besmetting. En dat vinden we heel belangrijk ook om dat zo te doen, omdat wij graag onze patiënten, onze medewerkers en de mensen in deze regio willen beschermen en hier heel serieus mee om willen gaan. We hebben gewoon die tijd nodig om dat onderzoek samen met het RIVM en de GGD uit te voeren. Ja, want wie wordt er allemaal onderzocht? Want ik sprak ook wat mensen die naar buiten liepen. Die konden gewoon naar buiten lopen. Die hebben verder geen temperatuur, geen thermometer op hun hoofd gehad of iets dergelijks. Dat klopt. De GGD en de RIVM die voeren nu in eerste instantie een zogenaamd eerste ringsonderzoek uit. En dat betekent dat eigenlijk alleen de mensen zijn die direct in contact zijn geweest met de patiënt. En de mensen in Gorinchem die zich misschien dan toch zorgen maken, is er reden tot zorg? Op zich niet, want als zij niet in contact zijn geweest met deze patiënt of met andere patiënten die besmet zijn, dan hoeven zij zich geen zorgen te maken. Het ziekenhuis zit dicht. Hoe lang gaat dat nog duren? Dat kan ik niet helemaal inschatten. Ik hoop natuurlijk zo kort mogelijk. Wij zijn heel hard aan het werk om dat onderzoek uit te voeren. En zijn daarbij ook afhankelijk van bepaalde testresultaten. En dat gaat ons meer inzicht geven in, nou ja, in hoeverre meer mensen besmet zijn of niet. En dit ziekenhuis is natuurlijk niet alleen belangrijk voor Gorinchem, maar ook nog voor veel andere dorpen en steden in de omtrek. Waar moeten die mensen nu heen? Die zullen naar andere ziekenhuizen moeten, zolang wij dicht zijn. Dus naar andere ziekenhuizen in de regio. En dan kan je denken aan Rivierenland in Tiel, Amphia, Breda, Antonius, Nieuwegein, Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ja, en wat je je wel afvraagt natuurlijk, corona speelt in de media elke dag, we hoorden heel veel van. Een vrouw komt hier doodziek binnen, zo ziek zelfs dat ze dus overgeplaatst moet worden naar Rotterdam, omdat ze hier niet meer geholpen kan worden. Denken mensen, ja, waarom test je zo iemand dan niet op corona en laat je haar op een normale manier naar Rotterdam vervoeren? Ja, dat begrijp ik helemaal. Wij hebben in de periode dat de patiënt hier opgenomen was, hebben wij het protocol gevolgd wat daarvoor geldig was van het RIVM. En ook regelmatig hebben onze artsen contact gehad met de artsen in het Erasmus MC. En gezien de toen geldende maatstaven daarvoor, was er geen aanleiding om te testen. Ja, en als u dat nu bij de kennis van nu ziet, denkt u dat u van, nou, goh, misschien hadden we dat dan met de kennis van nu toch beter wel kunnen doen? Achteraf oordelen, dat vind ik eigenlijk niet goed om te doen. Wij hebben het protocol gevolgd zoals we dat op dat moment kenden en zoals dat geldig was. En dat is ook hoe wij gewend zijn te werken.